En ja, het ziet er al zo vet uit, want ik zal jullie toch maar alvast wat laten zien. En dan komt hij dus naar boven. Mama, ik heb een ontbijtje voor jou gemaakt. Even normaal. Tappies, welkom bij een nieuwe video. Lekker bezweet. Heerlijk. Oh ja, komt u maar. Ik vind dat altijd heel voor als jij dat doet voor mij. Jij vindt dat plat wel mee, hè? Ja. Oh ja, ik zweep me het godganse. Hoe komt dat dan? Nou, ik zal je vertellen dat een vlog maken, daar heb ik even 600 calorieën mee verbrand. 600? Met editen. Dat doe je wel heel intensief dan. Ja, doe maar even op stop drukken, want hij... Stop. Stop workout. 1 uur en 41 minuten ben ik met de vorige video bezig geweest. En heb ik dus de hele tijd op de loopband gestaan. Oh. Jij lachte mij uit vorige keer toen ik met dat idee kwam. Nee hoor. Jawel. Ik zei, weet je... Ja, ik zit een beetje met tijd. Want dan denk ik, nou ja, je ziet het. Ik ben 1 uur en 3 kwartier... vanavond bezig geweest met de vorige video en de dag daarvoor ook al 1,5 uur. Dus eigenlijk ben ik gewoon 3 uur bezig met editen voor, nou, die lange video. En ik, ja, maar ik moet ook trainen, want ik bedoel, ja, we zijn goed bezig en zo. Dus ja, dan ben je in totaal 4 uur kwijt. Of, multitasken noemen ze dat. Multitasken. Dus toen zei ik tegen hem, ik zeg, ik heb een idee. Ik zeg, kan echt zo s'nachts, zeg jij lag al te snappen. Ik zeg, hey. Ja, jij zei, hey. Ineens, kan je dat ding inklappen? Ik zeg, even wat meer context. Want, ja, ik dacht, dat ding waar je je hand aan vasthoudt, dat je die dan moest klappen omdat het niet zou passen. Maar wij hebben natuurlijk een heel handig bureau. Ja. Die, ja, een hoog-laag bureau. En die kan zo hoog dat onze loopband... eronder past. Dus toen dacht ik, hey, wow! Ja, super, super goed idee van jou. Nee, ik dacht meer dat als je loopt, dat je dan dat niet handig is. Ja, maar ja, goed. Dan. Ik ga natuurlijk niet rennen. Nee, ik doe aan snel wandelen. Ja, nou, dat vind ik nog interessant. Ja, maar je kan wel je arm een beetje op het bureau vasthouden en af en toe moet ik het zweet van mijn bureau wegvegen. Maar het gaat hartstikke goed eigenlijk. En op een gegeven moment vergeet je ook dat je aan het lopen bent. Ja, dat is dan wel... Dus ja, nou ja. Goed hoor. Gewoon, wat zegt hij? 1 uur 41 minuten. 41 minuten. En als je naar beneden gaat, ik had 4 kilometer gewandeld. Verder naar beneden, ja. En dan 622 totale kilocalorieën verbrand. Ja, ik denk dat het meer is. Aan mijn gezicht te zien is het meer. Ik trots op jou. Oeh. En we even lekker een douche dan. Ja, we gaan even douchen en het is weekend! Ja, voor jou wel. Hey, hallo. We zijn over naar de barbecue tafel. Want die moeten we natuurlijk ook even uitproberen. Uiteraard. Het begon eventjes moeizaam, want... We kwamen erachter dat het doek wat we eroverheen hadden gedaan voor de tussentijd niet helemaal waterdicht was. Dus er lag al allemaal water op de tafel. In de vorm van roest. Dus dat hebben we heel snel gelukkig nog kunnen fixen. Ja. Dus daar zie je nu helemaal niks meer van. Tuurlijk niet. En we hebben gelijk een hoes besteld. Ja. En dadelijk als we klaar zijn, dan gaan we daar een bepaald spul op doen. Maar kijk nou, dit is toch helemaal gezellig. Mag ik er voor jou nog wat opleggen? Of zeg je van nou... Lekker champignonnetjes. We hebben nu de tussendelen van onze grote tafel even op elkaar gezet als tafeltje. Slim hè? Slim hè? Hoppakee, chef aan het werk. Beetje olie. Voor mij geen courgette, maar wel lekker paprika en champignons. Ja.
Dat is nou het leuke, hè, van buiten gourmetten. Ja. Kan gewoon zo... Kan we gewoon zo zelf doen. Kan gewoon zo zelf doen, jij. Nou, ga ik zo even doen dan. Gewoon even een beetje zo. Niet zo handig dat ik ze eronder heb gedaan, hè? Oh-oh. Het moet wel even een beetje in de zon. Tuurlijk wil jij nog een beetje in de zon zitten. Hatsenflatsie. 3 minuten nog. Hij schijnt nog even lekker vandaag. Mijn zus zit in Luxemburg. Vakantie. Ja. En daar regent het. Ja? Ja. Oh, dat is ook niet leuk. Lekker. Nou, we gaan even eten. Smakelijk. Goedenavond. Bonsoir. What you doing? Nou, we hebben het bureaublad inmiddels, de bovenkant. En hebben dus 2 MDF-plaatjes van 18 mm op elkaar gelijmd. En om dat nou 1 geheel te laten lijken straks, ben ik de voorkant aan het plamuren met houtvuller. Ziet er al goed uit. Groot verschil is dat, hè? Ja. En dan gaan we daarna ook nog verven. Ja, daarna even in de grond verf. Nee, eerst schuren. Uiteraard. Schuren in de grond verf en dan een mooi laagje roze erop. Roze, ja, want we zijn al naar de bouwmarkt geweest. En ja, het ziet er al zo vet uit, want ik zal jullie toch maar alvast wat laten zien. Kijk, een andere kleur roze. Dat wil de Jessie graag. En ons behang erop, jongens. Oh, echt. Ja, dat was echt zo'n leuk idee van jou. En we hadden nog een behoorlijk stuk liggen. En het was eventjes nog bedenken van hoe gaan we dat snijden en hoe gaan we dat... Welk stukje gaan we pakken? Gaan we nemen, inderdaad. En hoe gaan we het plakken? Maar dat ging eigenlijk best oké, hè? Dat ging eigenlijk super soepel. Ja. Ja, want dit behang hebben we dus in ons slaapkamer. En dat is echt schrikbarend duur. En daar hadden we nog een deel van over. En eigenlijk was het de bedoeling om dat als deurbehang te gaan gebruiken. Maar we hebben voorlopig nog geen deur in onze slaapkamer. En ik denk dat we daar toch gewoon iets anders voor gaan verzinnen. En toen dacht ik, ja, hoe leuk is het om het hier terug in te laten komen. En we hebben dus een deel van de kraanvogel erbij. Nog hier een ander vogeltje. Hier nog een vogel. Daar zit een slang verstopt. Hier. Pas op in de camera, dat kan een beetje. Ja, hier een hondje. Even kijken. Even omheen. Hier zie je de vogels waar je daar nog een klein kuifje van zag. Hier zie je ze beter. En hier een konijntje verstopt. Nou, dat helemaal een combinatie. En dan gaan we deze roze ook nog hierop doen. Alleen op de rand. Want dat blauwe komt er bovenop. Ja, echt helemaal leuk. Ik ben me nu natuurlijk alleen maar... helemaal rot aan het zoeken naar deurknopjes die ik leuk genoeg vind. En die ook een beetje bij de stijl passen. Die gewoon speels zijn, maar toch leuk om ook in de woonkamer te hebben, zeg maar. Ja. En er zijn zoveel keuzes en dan toch denk je van, oh, ik denk dat het ervan gaat komen dat ik op de ene site die knopjes bestel en op de andere site die knopjes. Ja, waarom niet? Oh. Why not? Hè? Why not? Maar goed, we zijn er bijna. Het is ook nog de bedoeling om aan de zijkant dus van die latjes te gaan maken. Die we van de tuin nog hebben. Die steken dan een beetje uit. In de vorige video kwam Jessie Silver met dat geniale idee voor zichzelf. Want hij zei, ja...
Anders rolt alles eraf van de zijkant. Dus toen dachten we, nou, dat is op zich best wel een goed idee van je. Dus we gaan dat met latjes doen, ook een beetje speels. En ja, dan gaan we nog even kijken of we die dezelfde kleur gaan laten. Gewoon de houtkleur, of dat we die misschien ook nog verven. Moeten we even kijken. Maar het wordt sowieso een superleuk hokje. Ik heb alvast dus een keukentje weer naar achter geschoven, zodat hij daar ook bij kan. Ja, ook voor jou was dit wel een best wel gekoesterde wens, hè? Ja, superleuk om gewoon echt zo'n hoekje te creëren. Kijk, dit bureau is super handig. En daar zijn we ook heel blij mee geweest. Maar het staat niet heel gezellig in je woonkamer, zeg maar. Is het nou al duidelijk wat we daarmee gaan doen? Het is nog niet duidelijk wat we daarmee gaan doen. Nee, maar misschien heeft hij hem toch later nodig. Of ja, gaan we toch voor iets anders kiezen. Of toch even naar de zolder. Of verkopen. Ja. Nou, dit gaat ook soepeltjes, schat. Ja. Valt niet tegen, inderdaad. Nu ze zo tegen elkaar gaan staan, is het ook leuk dat het zo doorloopt. Wat? Dat wat doorloopt? Nou, van behang beneden naar het roze in het midden en dan nog boven het behang. Oh zo, ja. Cute! To be continued. Ga zitten jij! Hoe vind je onze speciale popcorn movie night bakjes, Jessie? Yay! Vind je ze leuk? Kappertje, Jessie, hebben we speciaal gekocht voor onze movie nights. Leuk, hè? Popcorn. Ja, dat vind ik heel leuk. Popcorn. Heeft iedereen zijn eigen bakje? Popcorn. En welke film gaan we kijken? De Fantasievriendjes. De Fantatoekieta. Die hebben we gehuurd. Dus die kennen wij ook nog niet. Dus dat is wel leuk. Is ook met Ryan Reynolds, of niet? Ja. Nummer 1 hebben we daarvoor gekeken. Nee, dit is een hele nieuwe. Oh. Is het lekker, Jessie Silver? Ja? Kijk. Speciaal glaasje erbij. Ik kan Jessie er nooit tillen, dit. Nou, let's do it. Familie Groen! Familie Proost! Goedemorgen. Het is dinsdag. Oh, ik moet gewoon weer de weg. En Jessie Silver die had honger, dus die ging alvast naar beneden. Die ging alvast ontbijt maken. En dan komt hij dus naar boven. Mama, ik heb een ontbijtje voor jou gemaakt. Oh man. Ziet er wel super kleurrijk uit. Daar kun je je dag wel mee beginnen. Alleen had ik nou net begonnen zijn met goed eten. Dus ik heb gezegd dat ik hem wel mee naar werk neem. Ik heb zojuist het laatste deel van het bureau gelijmd. Ik ben echt super blij mee. Het bovenblad van de twee MDF-platen die we aan elkaar hebben gelijmd. En daarbovenop het kunststofblad. Het past precies. Het zit echt, nou hier en daar een millimetertje, nou dat is binnen de marge, eroverheen of ernaast. Ik ben er echt onwijs blij mee. En nu nog wachten op de knopjes voor de laders. En de zijkant waar we nog iets omheen gaan doen, maar dat blijft nog even een verrassing. Hey. We zijn een kerkje aan het maken met Yoshi. En Yoshi...
Een kerk? Een park. Een park. Een pretpark. Ja, ondanks dat er nog geen handvaten zitten aan de laadjes, wil niet zeggen dat we niet er al op kunnen knutselen natuurlijk. Jessie kon niet wachten. Hè? Zo blij met je nieuw bureau of niet? Ja. Dus we hebben alle knutselspulletjes maar even bijgehaald. We hebben nog onwijs veel leuke plakplaatjes en stickers. Wat is dit ook alweer? Sticker van? Yoshi. En we hebben daar een mooi rood vel papier op een stuk karton geplakt. En daarop gaan we een pretpark bouwen. Voor oma. Ja. Ja. Want we gaan namelijk nog even langs oma. En nadat we naar oma zijn geweest, gaan we naar zwemles. Ja, de zwemles. Ik ga zwemmen. Ja. En dan ga je je diploma halen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik ga 10. Ja? Wow. Hé, hey, we moeten het reuzenrad nog afmaken. Oh ja. Nou, terwijl Jessie een momentje krijgt op de Wii, hebben wij voor bij dit mooi nieuw bureau een mooi nieuw bureau stoeltje. Gaan we eens even uitpakken. Wat? Ik ga even kijken. Maar nu zit ik wel laag. Ja, is die te laag, denk je? Ja. Is die lager dan wij nu net op zat dan? Ja, hij is net zo laag als die ongeveer. Zie je, hij is precies even hoog. Koppeldijkertje op zijn nek. Hij is misschien wat aan de lage kant. Laten we het nog eventjes aankijken. Toch? Ja. We gaan eten. Honger. Ik ook. Ik heb 3 eitjes op vandaag. Dat is niet veel. Hi, goedemiddag. Druk. Ja, ik sta met mijn oortjes in, want ik moet bellen met mijn zus en koken tegelijk. Morgen een dikke catering. En we gaan ook nog naar Oosterwijk, naar Rolf, mijn stiefpa, want die wordt 70. Ik ga nu het een en ander maken. Ik ga zelf zongedroogde tomaatjes maken. Maar dan niet zongedroogd, maar in de oven. Super lekker. Ik maak kipspiesjes, 2 smaken kipsaté en kip. Teriyaki of gember, dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Nee, de gember inderdaad. Ik maak ook nog Aziatische gehaktballetjes. We maken een antipasto spiesje. Kortom, onwijs veel lekkers. En ik ga jullie daarin een beetje meenemen. Ik sta nog wel alleen. Zo meteen komt René thuis. Dan is het qua filmen een stuk makkelijker. Maar ik zet jullie gewoon eventjes neer. En dan ga ik het een en ander snijden en ik probeer hier en daar lekker wat bij te vertellen. En als je iets lekkers voorbij ziet komen en je denkt, hey, daar heb ik een recept van nodig, want dat wil ik ook zelf maken. Val mij er niet meer lastig. Nee, grapje. Stuur even een berichtje en dan probeer ik het zo snel mogelijk naar jullie te sturen. Ik ga beginnen met de tomaatjes snijden. Die leggen we dan op een bakplaat en die gaan we een goede dag in de oven op, laten we beginnen, 60 graden zetten. Met een beetje suiker, lekker wat kruiden. Dan worden dat morgen lekkere zongedroogde tomaatjes. Kunnen die op de spies. En we gaan zo meteen de kip snijden en het gehakt op smaak brengen. Kortom, onwijs veel te doen. We gaan eerst alle tomaatjes halveren. Even in de bak. En dan gaan we er lekker een hoop kruiden overheen gooien. En dan even een uurtje of 6, 7 in de oven. Zo, nou ik heb hier een gist
in water opgelost, even 10 minuutjes laten staan. Daar gaat nu een pak boter, natuurlijk. Een pak bloem bij. Want we moeten ook een aantal focaccia broden maken. Dicht, die zetten we lekker eventjes aan. Daar gaat zo meteen nog olie bij en wat zout. Tussendoor dacht ik ineens van, oh ja, mijn zoon en vrouw komen zo meteen ook thuis. Dus die willen eten. Dus ik bak even een uitje met een knoflookje. En daar gooi ik zo meteen broccoli bij. En nou, misschien nog wat andere dingen. Voorlopig alleen dit. En dat wordt gewoon een lekker soepje. Ja, dus kijk even vooral mee als je dat leuk vindt. Even kijken, we gaan erin doen. Een lekker lepeltje. Nou, doe maar 2. Knoflook. Ui. Lekker uipoedertje. Wat lekker. En een klein beetje, een half lepeltje kardemompoeder. Hartstikke lekker. Ja. Lekker een beetje. Rietsuiker doen we er ook in. Dan krijgen we lekker een beetje karamelliseerd laagje van. Ja. Zo. En een lepeltje zout. Hoppakee. Lekker. Dit gaan we even mixen. Oh, daar doen we ook nog een scheutje olijfolie bij. Altijd fijn. Zo, scheutje olijfolie. Mixen. En op de plaat. En dan in de oven. Nee, ik vergeet helemaal Italiaanse kruiden. Lekker Italiaanse kruidenmix. Zelf gemalen. Er zit oregano in en salie en nootmuskaat. Zo, lekker. Basilicum, had ik het al gezegd. Klein beetje rozemarijn. En dit gaan we mixen. Zo, oven ingesteld op langzaam garen. 90 minuten. Ja, een paar uurtjes. Kijken we straks even hoe het eruit ziet. Lekker 2, 3,5. Nee, of meer. Ja, zoiets. Hallo, het is vrijdag en dat betekent weekend! Weekend! Mama, we moeten naar school! Ja, dus is heel veel, heel erg veel zin in school na het weekend. Het gaat weer beginnen hier zo. Sergio is nog steeds aan het koken voor een catering. Sergio die is dus lekker aan het koken voor de catering. En wij hebben iets binnengekregen. En dat zijn de knopjes voor mijn bureau. Oh, laat hem zien dan. Oké. Okay. Voorzichtig hè. Bra, 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 bra. En een bekertje. En een smiley. Nog een bekertje en nog een smiley. Ja, 2 van elk. Ah, leuk. Leuk, dat wist ik niet. Ik dacht dat de bovenkant gewoon dit was. Maar leuk dat de zijkant ook dat is. En voor de, ik weet niet of ik dat al had laten zien. En deze knopjes, die zijn voor het deel waar het behang zit, zeg maar. Want dat moet er een beetje bij passen en niet te veel afleiden. Ik ben zelfs al bezig geweest met een beetje inruimen. Dit wordt de kant van het tekenen en knutselen. Potloodjes, dingetjes. Papier, boekjes. En hier alle tekendingetjes en knutseldingetjes. Hier alle Lego houten blokken, et cetera. En de rest moet ik nog verzinnen. Maar het is al helemaal leuk. Nou willen we eigenlijk nog hier wat nog op. Maar daar ben ik nog niet over uit. En aan de zijkanten waren we eigenlijk van plan om nog wat houten latjes te maken. Eerst gaan we lekker eten. Een lekker soepie. Soep, 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 soepie. Oeh, broccoli soep. Broccoli, broccolisoep. Beetje room heb ik er uiteindelijk nog in gedaan. En op smaak gebracht met natuurlijk peper en zout. Beetje bouillon.
Beetje peper en zout. Leon, en als laatste een beetje parmezaanse kaas. Oh, lekker. Dank u. Smakelijk. Ik heb honger. Jij ook? Ja, mon chef. Oui, chef. Jesse Silver ligt inmiddels in bed. En Sergio is nog steeds bezig met balletjes draaien. Heel veel balletjes draaien. Balls. The Asian meatballs. Met Zo, heb ik nou gewoon de laatste bal te pakken? Zo. Ja, weet wel wanneer je moet komen. Nou. Ja, er zit gember in. Er zit rijstazijn, acacia honing, sojasaus, een uitje, knoflook, sesamolie, sesamzaad. Volgens mij mis ik er eentje. Maar eigenlijk kan je dit, ja, peper en zout natuurlijk, maar eigenlijk kan je dit zo gek maken als je zelf wil. Maar dit is mijn Asian recipe. En dit gaat zo in de oven. Allemaal in dit ene kleine balletje. Ja. Zo. Gek, hè? Dan moet je helemaal gek worden gewoon. En wat ga je hiervan maken? Ja, dat wordt kipsauté en kip gember ketchup stokje. Lekker. Ja, met lekker. Deze ruikt ook weer goed. Ja, zo jammer dat het allemaal niet voor jou is, hè? Dat is behoorlijk balen, ja. Nee, ik heb extra veel gemaakt. Zodat ik en zeker niet tekort kom en nog wat overhoud voor ons. Lekker. Zal ik olijfjes ga ik op smaak brengen. Met een beetje oregano en knoflook. En dan komt er op een stokje olijf. De zongedroogde tomaatjes die staan nog steeds zon te drogen. Zo. Ik ruik ze. Jullie niet. Wil je maar proeven of wacht je tot die verder... Ik wil wel proeven. Gedreugd is. Verbrand ik dan niet mijn smolly? Jij niet meer, hoe looi pep. Met mijn looie pijp. Ja, dat zegt mijn moeder altijd. Ja, klopt. Heb ik ook. Met je looie pijp. Lekker. Hij is wel zuur. Wordt dat? Dat is tomaat. Hij is niet zuur, hij is juist zoet. Er zit suiker op. Oh. Hij is niet zuur. Nee, dat is niet zuur. Ik weet niet wat er mis is met jouw smaakpalet, maar... Die werkt prima, hoor. Hij is nog aan het drogen, dus dan wordt het nog wat geconcentreerder. Ik hou van zuur, dus dat is het niet. Maar ik dacht even... Lekker kardemonnetje. Dat brengt me op ideeën. Lekkere chai latte. Oh, ik dacht ijskoffie. Ja, chai latte heb ik wel zin in, ja. Lekker. Nee, dus 50-50. Deze keer ga ik met teriyaki zoet en gewoon peper en zout. En daar komt dan saté saus bij. En die is onze beroemde kip ketchup gember. Dit is een stokje. Voor een catering. 60 man. Zo. Dus ik ga het maar even verder. Ga jij verder? Ik had alvast even mijn spulletjes klaargelegd om weer wat nieuwe nageltjes erop te zetten. Ik ben wel fan van de van die plaknagels die dus uitharden. En het grappige is, want dat wist ik niet. Kijk, deze heeft een heel schattig gezichtje. Deze zijn dus ook nog eens glow in the dark. Ik zal het je even laten zien, als ik dat niet al heb gedaan. Ik ga nu even in het donker. Dan zie je helemaal niks meer. Wow. Niet normaal, hè? Woep. Dit is pas echt shizzle. Dit is echt glow in the dark. Wow, wat gebeurt hier? Wow. Cool. Ja, en deze is een beetje geamputeerd. Daar heb ik er dus nog maar twee. Dus ja, ze blijven niet al te lang op zitten. Bij mij ongeveer anderhalve week. Maar ik vind het wel weer leuk om een beetje mooie nagels te hebben.
ziet er toch wat gezelliger uit. Dus ik ga even andere leuke uitkiezen. Ja, terwijl het René lekker Gooise Moeders zit te kijken. Toch? Zo heet het toch? Echte Gooise Moeders. Leuk, contact. Echte Hebben we contact moeders. Met jou? Contact. Echte Gooise Moeders. Op Videoland. Heb ik er eventjes de brui aan gegeven vanavond, want ik ben best wel moe. Ik ga douchen. En dan moet ik toch nog dan moet ik toch nog eventjes iets maken, want het is brood, dat is gerezen. En als ik het dan niet maak, dan rijst het uit en dan kan ik het weggooien. Maar we hebben heerlijk zelfgemaakte saté saus. We hebben zometeen de panino tomato cipolla sticky twist. Dat zijn deze. Ja, kijk, dat is dus gerezen. Die maak ik zo meteen met, daar zit ui doorheen. En daar gaat zo meteen tomaatsaus op. Dit zijn de zongedroogde tomaatjes in de oven. Die zijn bijna klaar. Dan hebben we hier de meatballs. En dit is voor de antipasto stick met het vlees daar. Dat gaan we morgen allemaal snijden. Daar is de kip. Hier zijn bruschetta tomaatjes. Hier is kip. Daar zijn olijfjes. En daar ligt het brood voor morgen voor de bij. Dus, nou ja, eigenlijk bijna klaar. Ik ga lekker douchen. En morgen om 7 uur op om het af te maken. Ga je mee douchen of niet? Nee. Nee. Oké. Dan zie ik je zo. Dat is nog in de tijd van mijn leven. Om te douchen, ja. Ja. Ik durf het niet te zeggen aan tafel, maar even tijd geven om mooi. Zij doen maar glow in the dark. Wel of niet? Oh, ik denk het niet. Zo. Dat is dan weer jammer, hè? Ik kan niet alles hebben. Nee. Nou, wel rusten. Good morning. Het is zondag. Het is de allerlaatste dag van de vakantie van Jesse Silver. We gaan even naar het strand. René zegt dat ze een date heeft met Ellen. Maar ik heb toch andere vermoedens. Ik ga zo meteen Ellen even bellen. Ik was al lekker vroeg op, want ik heb wat ontbijtjes vanmorgen gemaakt. Voor mij? De camera lag nu in de auto. En aangezien het gisteren een beetje laat was, was ik ook wat later wakker. En om 7 uur of om 9 uur kwamen de mensen afhalen. Dus hierbij een foto van de ontbijtbol. Ja, die heb ik sinds een paar maanden nu. Een maand of 2, 3. Mag die een klein beetje zachter, Jesse? Jesse die ligt namelijk hier heerlijk eventjes te genieten van zijn allerlaatste dag vakantie. In zijn vakantiecamping outfit. Een aantal maanden terug dacht ik ineens van ja, ik doe wel veel catering en avondmaaltijden, maar ontbijtje moet er ook kunnen. Dus toen ben ik er, mag ik nog iets zachter, Jess? Ontbijtje gaan maken. Helemaal afgebogen. Met kwark, lijnzaad, chiazaad, hennepzaad, gedroogde pruimen, mango, appel, spirulina, kaneel, acacia honing en havermout. Ja, dan kun je natuurlijk met fruit wisselen wat je wil. En het blijkt een hit. Dus ik heb er vandaag een beetje Criollo cacao nips bij gedaan. Maakt het wat bitter. Oh ja, en noten doe ik ook nog bij. Oh ja, en cranberries. Echt, je denkt dat kan niet in één ontbijtbol, maar dat kan wel. Het is gewoon echt helemaal afgewogen. En ja, die is super populair, dus dat is erg leuk. Die heb ik vanmorgen gemaakt. Nu was ik even naar de auto gegaan, want er stinkt iets onwijs in de auto. Nou ja, het is niet echt stinkt, het is muf, alsof er iets ligt te rotten. Ik hoop niet dat het de bodem is van de auto, want ik kan het niet vinden namelijk. Hm. Dus ik weet niet wat het is. Misschien een keer weer even goed naar de kamer. Nou ja, of zelf, want aangezien we nu alles hebben aangeschaft, waardoor we het zelf kunnen. Dat is waar. Dat is waar. We hebben een hele goede hoogdrukspuit. Misschien een keer een setje kopen van die poetsdingen, want die hebben we dus niet meer. Ik had zo'n hele grote spons. Zo'n echt zo'n speciale autospons.
En wat ik dus, want zo ben ik dan in de ochtend ben ik een beetje lekker zen bezig met mijn keuken. Was ik dus eventjes alle kruidenpotjes aan het checken en aan het bijvullen en zo. Dus ik heb ook, misschien wil jij hem eventjes overnemen. Ja, nou, ik hoor net dat ik toch thuis blijf. Je date heeft afgezegd, hè? Ja, ik vertrouw dat niet. Dus ik denk snel appen. Nee, Kane is helemaal ziek. Die is vanaf vannacht al aan het spugen, die reden. Ze zit helemaal onder. Ze zegt, dit gaat hem echt niet mooi. Parent life, weet je wel. Parent life. Ja, nou ja. We proberen gewoon tussendoor. Ja. Is niet anders. Nee. Dus ja, dan moet jij de hele dag zo naar me kijken. Heel vervelend. Jessie, wil je niet ergens gaan spelen even? Kan dat wel? Wat zei je? Kan dat wel. Kan dat wel. En het zou heel leuk zijn als je de knopjes van de caravan van de lader zou. Nou, die ga ik, dat wilde ik ook nog zeggen, dat ga ik nu doen. Als ik klaar ben met mijn kruiden. Want dan kunnen we ze broodje echt een beetje gaan inruimen. We hebben wel een klein beetje gedaan, maar we hebben ook spelletjes van boven naar beneden. En nou, zal ik dat dan eerst even doen? Ja. Oké, geef ik deze aan jou. Okay. Nou. Laatste knopje of niet? Oh, de knopjes zitten er allemaal. Uh-oh. Knopjes zitten erop. Even de draadstaaltje even... Inkorten. Inkorten, inderdaad. Nou, ik ga even iets verder wegstaan. En dan moet er nog één ding doen. Je moet zelf even kijken, want het gaat iets superleuks gebeuren. Oh, nou. Wacht even. Hoppakee. En dat is het leukste gedeelte. Nou, doei doei. Kijk nou, dit maakt het toch helemaal af. Te schattig. Helemaal leuk. Met zijn keukentje ernaast. Nou, helemaal gezellig. Gezellig bed. Oké, mijn schoonzus heeft dus de echte Dubai-reep gemaakt. Met pistas. En dit is gewoon echt goddelijk. Gewoon. En dat schijnt dus echt een heel, echt een ding te zijn. Ja, echt een hype. Overal uitverkocht en weet ik veel wat. En mijn zus had hem dus besteld ergens. Voor 18 euro. Toen zei ze, ja, was lekker. Deze die ze zelf gemaakt had. Ik heb de andere niet geproefd. Zei deze echt veel lekkerder. Ja. Dus ze heeft hem echt goed gemaakt. Ja. Oké. Even normaal. Wow. I love it. Echt lekker, hè? Echt lekker. Als je wil, kan jij hem ook bestellen. Dus als je dat wil, laat een berichtje achter in de comments en dan brengen we je in contact. Om Jesse Silver zijn vakantie af te sluiten, gaan we nog even lekker naar de gamehall. En van de speelhal even Aziatisch eten. Bij de duinen. Eet smakelijk. Lekker? Lekker. Oeh, dat zijn mooie kleurtjes. Dankjewel. Zo, dat ziet er lekker uit, of niet, jongen? Ja, maar het is van mij, hè? Zijn er mochibals? Het is van mij. Mochibals met ice cream en coconut ice cream. En een white chocolate ginger cheesecake. Oeh, deze twee zijn van mij en deze is van mij. Zo, wat een weekend. Hé, hey, daar is licht. Wat een weekend, wat een weken eigenlijk. Hè, schat? Afsluiting van de vakantie. We zijn bureau hebben we afgemaakt. Bijna.
Nee, ja. Ja. Zo goed als af. In principe nog een kleine modification aan de zijkant inderdaad, maar zo goed als af. We zijn lekker aan het eten geweest. En nu? Nu is het weer een beetje... Back to life. Back to reality. Oké. En nu? Ja, nou ja, voor ons was, was het leven natuurlijk alweer even begonnen. Maar voor Jesse Silva, ja. School. Groep 2. Groep 2, inderdaad. Ja. Hij heeft er wel heel veel zin in. Ja, was er wel echt naartoe, hè? Ja. Dus is van nou is het wel echt. Een beetje zenuwachtig. Ja, natuurlijk ook. Beetje. Stuiterbal 3.0. Oeh. Ja? Ja. Ah, leuk. Ja. Ik heb een nieuwe rugzak voor hem besteld. Die komt, als het goed is, deze week ergens binnen. Dan heb ik zoveel verschillende keuzes. En hij zegt ook elke keer wat anders. Die wil ik. Dan is het Winnie de Pooh. Dan is het Mickey Mouse. Dan is het Dumbo. Nou, we zijn nu uitgekomen op Stitch. En, Die zou ik ook even niet aankomen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Nou, Stitch is wel met leuke oortjes eruit en zo. Dus dat is wel grappig. En dan heb ik als broodtrommel en nieuwe beker wel iets met... en Dumbo. Nou, allemaal verschillende figuren erop. Super, super leuk. Ja, dus morgen nog even zijn genietas. Ja. Nou, dus als afsluiter zijn we nog even uit eten geweest. Kijk daar geweest. Game Hall. Lekker volledig overprikkeld met alle lampjes en geluidjes. En ik denk dat het goed is zo. Ik denk dat het goed is zo. Ik denk, we gaan er een einde aan maken. Dat gaat wel heel ver. Oké. Okay. Laten we dan in ieder geval deze video beëindigen. Goed plan? Dat vind ik een goed plan. Zo leuk zo in de kledingkast. Ja, nee, jij blijft hier staan. Ik dacht, probeer. Nee, maar, We eindigen gewoon lekker normaal. Weet ja, je wel? Gewoon, lekker normaal. Laten we normaal gezien, snel gaan, want de batterij is bijna op. Dus, vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en een belletje aan te zetten voor alle video's die we uploaden. En dan zien we jullie heel graag bij de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Ciao, 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 ciao.